Welkom, eerste training van de week, de zondag van mei. We beginnen vandaag squatten 124 kilo, overhead press 43 kilo en power cleans 37,5 kilo. Eventueel wat planks met hip thrusts, dezelfde combinatie als vorige week. Overhead press zal iets wat aan de lastige kant worden deze aankomende donderdag. Dus misschien dat ik daar nog wat extra assistentiewerk voor doe, afhankelijk van hoeveel energie ik heb. Let's go! Ik ben heel benieuwd wat deze week gaat brengen. Vrijdag, verjaardag gehad. Op zich niks mis mee, een paar biertjes gedronken. Ook op zich niks mis mee, want het leven bestaat uit genieten natuurlijk. En niet alleen maar uit sporten. Een paar biertjes drinken is niet erg. Alleen, als je om 8 uur 's avonds naar de verjaardag gaat en je komt om 9 uur 's ochtends thuis, dat is niet heel goed voor het sporten. We beginnen zoals gewoonlijk met de squat en die viel toch iets zwaarder dan ik had verwacht. Had verwacht dat het iets makkelijker ging, maar het is een hele nacht doorhalen. Niet goed voor je, niet goed voor je. Nee, dat was zeker niet handig en daar kom ik zo nog aan terug na deze overhead press. Ik ben een partij misselijk. Ineens gehoord tijdens het overhead pressen, denk ik. 2 setjes geleden, dat was het laatste setje. Even 5 minuten gezeten, daarna nog een keer 5 minuten. Gaan, gewoon. Niet. Helemaal niks van mij. Kom er. Weekend. Laat ik me wijs zijn, ik skip de power cleans. En ik hoop over 2 dagen gewoon weer beter te kunnen zijn. Nou, gewoon weer beter. Er zijn er nou weer meer te kunnen doen. Kut. Welkom bij de dinsdag training, die recovery training, de hersteltraining. Herstel is wat ik heb gehad. Ik werd eergisteren tijdens de training die jullie eigenlijk net zagen, werd ik eigenlijk helemaal niet goed. Ik ben daarna de training eigenlijk afgekapt. Dat doe ik eigenlijk helemaal nooit, maar ik ben er binnen gerend. Ik heb zeker een kwartier boven de wc gehangen. Er is niks uitgekomen, maar ik voelde me echt heel beroerd. Ik denk zelf eigenlijk dat het kwam doordat ik laatst eigenlijk heel veel dingen te doen heb en ja goed, het kan gebeuren. Maar mede dat ik te veel water heb gedronken eigenlijk voor de training en dan redelijk intensief aan het trainen was. En dan wordt dan wat te veel, kan het nog wel eens maar eruit komen. Training van zondag. Ik heb goede spierpijn in de benen, dus ik squat vandaag niet te zwaar. Ik zou ongeveer 115 moeten squatten vandaag, maar ik hou het op 110. Dit is de 110 kilo squat en op de recovery day moet dat eigenlijk geen probleem zijn.
laatste squat ben ik begonnen met bankdrukken. En ik ben heel benieuwd wat de bankdruk gaat brengen. Want de 62,5 kilo die je nu ziet is zeer licht. Vorige week heb ik de 75 geprobeerd en daar was ik ook dik tevreden over. Dat ging heel makkelijk. Daarna de power clean. Ik hou het gewicht lekker laag omdat ik nog lang niet tevreden ben over de uitvoering. En dat is bij het laatste setje ook toch wel te zien. Hierna heb ik nog wat over het pesten gaan met mijn nieuwe kettingen. Ik heb deze oefening gedaan omdat ik de PR moet breken op een donderdag op de overhead press. En wat extra herstel, wat extra spierspanning, dat kan geen kwaad in deze lichte vorm. De overhead pressen zijn totaal niet zwaar, maar het stabiliseren kost wel heel veel energie en dat kunnen we zo ook wel zien. En omdat ik deze dag nogal wat energie heb, heb ik als laatste nog wat Atlas Stones geteeld. Ik heb het bij de 50 kilo gehouden, de lekker lichte bal en gewoon explosief en lekker snel uitgevoerd. Eigenlijk een cardio toevoeging erachteraan. De koude donderdagtraining. We zin in. Ik ben heel benieuwd. De squat 140 kilo zal een beetje 50-50 zijn. Ik denk dat dat wel goed moet komen. Het zal wel heel zwaar worden, maar goed. De overhead press 50 kilo, daar zit ik eigenlijk het meest over in. En die deadlift 152,5 zal ook heel zwaar vallen. Want voor de training vorige week, de 150 kilo, de laatste twee reps, konden beter naar mijn zin. Ja, waar ik het meest over in is die overhead press. Die 50 is geen extreem hoog gewicht. Alleen, ik vind helemaal mijn onderlichaam vind ik veel leuker om te trainen dan ik mijn bovenlichaam. Dus, helaas. En ik doe nooit eigenlijk bicep, tricep werk. Wat ook wel een hele grote assisterende spiergroep is voor de overhead press. En om die reden zullen we zien of het gaat. Maar we gaan het gewoon proberen. Let's go! Oké. Dit is 127,5. Dan wil ik er daarna nog één rep maken, 132,5. En dan gaan we eens kijken of 140 5 reps moet lukken. Dat voelt heel licht aan. 5 kilo erbij, 1 rep. En dan gaan we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ik was tevreden over de opwarmsetjes. Hier sta ik raar te doen, hype te doen, te visualiseren hoe ik de oefening uit ga voeren. Mezelf een beetje op te hypen, et cetera. En dan gaan we het maar eens proberen. Oh.
moeilijk makkelijk. Er zit meer in. Ja, dat moet ik deze week nog zien. En we gaan gelijk door naar de overhead press. Ik heb al 27,5. Dat ging niet naar mijn zin. Dat voelde vrij zwaar. Dus zo erg. Dat is het. En dat is de tweede rep. Dat kostte me al vrij veel energie. Nummer 3. Met pijn en moeite. En dat is heel duidelijk. Nummer 4 niet gelukt. Fuck! Dat ging hem niet worden, mede dat de overhead press niet altijd met 2,5 kilo kan blijven hoog, omdat dat vrij snel oploopt. Je gebruikt natuurlijk minder spieren, dus het is ook aanzienlijk zwaardere oefening. Baal ik. Ik dacht, zal ik nog een vierde uitpushen, maar als je er nog een laatste vierde uitpusht, of ik zou bijvoorbeeld een pushpress maken, waardoor de oefening dus lichter wordt, zou ik dat kunnen doen. Maar als ik dat doe, die schade dat mijn lichaam toebrengt, kan ik waarschijnlijk niet zondag, dat is over 3 dagen, kan ik waarschijnlijk niet in 3 dagen goed over herstellen. Dus je kan beter 1 keertje terugblijven en niet al te graag willen, zodat je zondag een goede training hebt, woensdag weer, en dat je dan tot de donderdag weer opnieuw kan proberen. Het plan nu is dat ik het donderdag weer ga proberen, over 2 weken. Ik ga dan het gewicht iets wat verlagen. Dit was 50. Het oude PR wat was gelukt was 47,5. Dus ik ga nu met 1 kilo omhoog. Iedere keer, dus het wordt 48,5, 49,5, 50,5. Dat blijf ik even doen voorlopig totdat ik vastloop. En daarna ga ik misschien switchen naar 2x3 reps. In plaats van 1x5 reps. Om toch de intensiteit nog gewoon goed zwaar en lekker hoog te houden. Oké. Okay. Hopen dat het deadlift beter gaat. Laatste warm-up setje van de deadlift en daarna beginnen we gelijk met 152,5 de PR. Go.
is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Niet makkelijk, niet licht voor mij in ieder geval. En ik ben heel erg benieuwd wat volgende week gaat brengen als ik 155 moet gaan proberen. Volgende week. Tijd voor trippels. Voordat ik vast ga lopen. Hetzelfde wat ik net met de overpress ook over had. Ik switch nu in plaats van één keer in één set 5 herhalingen. Switch ik naar 2 sets van 3 herhalingen. Dan ga ik, afhankelijk van hoe ik me voel en hoe het gaat, gok 3-4 weken meer verder, misschien 2 weken, maar ik zeg afhankelijk van hoe het gaat, dan verander ik het. Dit gaat. De vorm uiteraard kan beter, maar ja goed, dat is met deze tak van sport natuurlijk, dat een perfecte vorm is niet altijd mogelijk. Maar voordat ik vastgelopen, voordat het helemaal niet meer lukt, switch ik over naar 2 sets van 3. Dus, ik ben tevreden, het is een beetje jammer van de overpress. Goed, dit ging, squat ging dus. Lekkere week, tot volgende week!